De beste jonge schaatstalenten uit heel Nederland kwamen afgelopen zaterdag naar Kardingen voor het Nederlands pupillentoernooi. De snelste rijders tussen 12 en 16 jaar oud van alle ijsbanen in het land werden voor de wedstrijd uitgenodigd. STV Eemsmond organiseert het pupillentoernooi alweer voor de 23ste keer. Voor pupillen bestaat er niet zoiets als een Nederlands kampioenschap. Pupillen die rijden allerlei wedstrijdjes, clubwedstrijdjes, soms een gewestelijke wedstrijd. Maar een wedstrijd waarbij de beste pupillen van Nederland tegen elkaar rijden, ja, dat was er niet. En daar zijn we dus inderdaad ingesprongen en wij nodigen dus de beste pupillen per baan uit, dus van iedere baan de snelste. En dat vullen we dat aan met de zogenaamde landelijke lijst met de snelste totdat we op 28 kinderen per categorie zitten. Het is voor de talenten de belangrijkste wedstrijd van het seizoen en staat bekend als het officieus Nederlands kampioenschap. Het gaat om de prijzen en vooral om jezelf te verbeteren. Hoe ging het vandaag? Nou, het ging hartstikke goed. Ik heb 3 seconden van mijn PR gereden. 3 seconden, dat is echt heel veel. Ja, nou, de start kon wel beter, maar voor de rest ging het hartstikke goed. Ja, het ging best wel goed. Ja, het was ook de eerste keer. Ja, ik vond het een beetje spannend, maar ja, het ging wel goed. En je tijd? Een 53,35 op de 500. Een PR. Kan niet beter. Jezelf verbeteren, daar gaat het om, hè? Ja, inderdaad. Maar het liefst had ik wel een 50 gewild of een 51. Maar ja, hier ben ik ook blij mee. Asif, hoe ging het vandaag? Het ging wel goed. Tevreden met je tijd? Eigenlijk niet, nee. Wat ging er mis? De bochten vooral. Ik heb een PR gereden van 2,5 seconden. Heel blij mee. Waarom ging het vandaag zo goed? Hij heeft hier zo naartoe geleefd. Nou, wat zei u? Je hebt er 2,5 seconden afgepakt. Had je er zo naartoe geleefd? Ja, ik had echt heel veel zin in. Sommige Nederlandse toppers van nu behaalden hun eerste overwinning in het verleden op het pupillentoernooi. Als je terugkijkt, het kan soms heel snel gaan. Ik bedoel, Kai Verbeij, die nu de Europees kampioen sprint is geworden. Dat was een van de jongens die hier gewonnen heeft ook. En Margot Boer is inmiddels gestopt. En Margot Boer heeft die zelfs 4 keer gewonnen, want toen hadden we nog 4 categorieën. De jonge schaatsers hopen, aangemoedigd door familie en vrienden, in de voetsporen te treden van hun helden. Wat vind je zo leuk aan schaatsen? Nou, ja, dat is eigenlijk. Ik vind het gewoon leuk omdat je dan heel mooi techniek kan oefenen en dat het heel snel gaat en zo kringen. Ja, want het gaat echt heel hard. Ja. Alles eigenlijk. Ik vind gewoon schaatsen, ja, alles is leuk aan schaatsen. De techniek ook en ja, het heen en weer gaan. En vooral ook dat het hard gaat. Ja, en vooral als je die wind goed langs je lijf hoort, ja, dat is ook leuk. Hoe lang schaats je al? Mijn hele leven. Je bent met de schaats aan bijna geboren? Ja, met de krabbeltjes zo. Van wie heb je schaatsen geleerd? Doet je vader het, de moeder het? Hoe ben je met schaatsen begonnen? Mijn broer deed het. En toen dachten we, dan moet hij het ook doen. En waar droom je van? Wie is jouw grote voorbeeld? Denk ik toch wel Sven Kramer. Wat maakt hem zo goed? Hij is wel echt een lange afstander. En vind je het ook leuk om schaatsen te kijken of vind je om te doen veel leuker? Om te doen vind ik het wel leuker.